Nora, hallo. Hi Nora. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja, heb jij een vraag voor minister Dalla? Ja, wat moet je eigenlijk doen als je echt helemaal alleen bent? Wauw, dat is ineens een heftige vraag al voor de minister. Als je helemaal alleen bent nu, in deze tijd waarin je niet naar school kan, hoe los je zoiets op? Ja, dat is inderdaad geen gemakkelijke vraag en het hangt er een beetje vanaf. Sommige mensen zijn graag even alleen, maar natuurlijk als je er helemaal alleen voor staat in het leven, dan is het echt niet leuk. Dus ik denk het beste manier is vooral contact zoeken met als je familie hebt of vrienden die je kunnen helpen om dat te doen. En als je echt niemand hebt, kan je altijd, waar ik al naar verwees, naar awel.be gaan en daarin stikken. Zij kunnen je ook altijd helpen, want voor iedereen is het een beetje verschillend. Als je alleen bent, ja, er zijn elk kind, elke jongere is helemaal anders. En de oplossing is voor niemand, denk ik, helemaal hetzelfde. Voilà. Nora, heb je daar iets aan? Ja. Ja, dus als het echt te lastig is, awel.be, dan kan je ook altijd terecht. Kan je trouwens anoniem ook terecht, hè? Als je bijvoorbeeld met iets zou zitten waar je liever niet zo gemakkelijk over praat, dan hoef je ook je naam niet te zeggen en niemand hoeft dat te weten. En een paar mensen die ook zeggen dat ze met je meeleven als jij in zo'n situatie zou zitten, Nora. Dus dat mag je ook weten. Jij zelf niet? Oké, okay. Maar dat is prima. Maar voor mensen die het wel zouden hebben, hier zijn een heleboel mensen die steun kunnen bieden ook wel. Dankjewel, Nora. Fijne dag voor jou. Dankjewel.